Vlak na de ontruiming van het Ferrarisbos gaat de ene boom na de andere tegen de vlakte. In totaal wordt 1,7 van de 9 hectare bos gekapt. Een doorn in het oog van Natuurpunt, dat vocht voor het behoud ervan. Het is wel een heel belangrijk bos, een Ferrarisbos. Dat wil zeggen dat het er al 300 jaar staat. En dat gaan we zomaar niet laten gaan. De stad heeft dat ook beseft en heeft hem een vergunning gegeven voor de eerste 1,7 hectare. Maar gelukkig is het bos in zijn geheel 9 hectare groot. En wat wij nu voornamelijk willen, dat is dat er zoveel ambras wordt gemaakt rond het kappen van die eerste 1,7 hectare, dat er niemand nog aan denkt om die resterende oppervlakte nog te kappen. De provincie Antwerpen keurde de kap- en bouwvergunning begin juli goed. Dan volgt een wachttermijn om te kappen en een beroepstermijn waarbinnen dus nog beroep kan worden aangetekend. Volgens Natuurpunt is die termijn niet gerespecteerd, volgens Esser zelf wel. Zoals steeds hebben wij alle wettelijke bepalingen gevolgd. En ook nu weer opnieuw na dat er beroep werd aangetekend, hebben wij de officiële bevestiging gekregen dat het beroep werd verworpen bij de provincie. En is er de uithangperiode geweest van 36 dagen. En dus zijn we vandaag op de dag dat wij het bos mogen kappen. Essers voorziet compenserende bebossing en zal een nieuw bos aanplanten in een groene gordel die het industriegebied volledig omsluit.